doen even voor 100 hectare de zendenzaaigoed. In de zaaimachine. Kijk, en de alligator maakt eigenlijk iets mooier werk. Kees is deze week flink aan het zaaien. Veel machines zijn op het land te vinden. Dit is de Furrowforce, dus die dat aandrukwiel of dat wieltje maakt het voortje kapot en deze drukt het aan. Op luchtdruk wordt de druk geregeld, de aandruk druk. Dat zijn de rowcleaners. En dan wil je natuurlijk ook wel meteen even zien of het allemaal goed is gegaan. Dat is de diepte. Dat is mooi. En deze tandwieletjes. Die maakt dit randje zo kapot van beide kanten. Zie die drukker hier. Drukt het randje kapot. En dan met deze. Met deze flexibele rubber rollo drukt hij dat netjes aan. Maar nou is daar een zo'n lager kapot. Dit perceel hebben we 4 dagen geleden gezaaid. Dit is ook, het zijn bieten naar mais en dit is 2 keer met de Tiger gedaan. En daar kiemt. We hebben de eerste biet al gevonden die gekiemd is. Dus dat gaat goed. We zijn ook nog wat lucerne aan het zaaien, of wat, 300 hectare. Een mix van Barenbrug. In het voorjaar of in maart was deze grond nog hartstikke mooi zacht. We hebben een dag of 4-5 echt warm gehad in wind. En was die grond zo hard als beton. Dus dan zijn we eigenlijk van nood wat aan het cultiveren met de schijfweg nog hier bezig geweest. Dat is niet optimaal. Dan kreeg je van zulke soort kluiten die eigenlijk te hard zijn. Maar dan zijn we daar aan het rollen. Voor het zaaien zelfs proberen die kluit wat kapot te drukken. En hopelijk na het lucerne zaaien komt er een klein buitje regen overheen. Er staat wat in de voorspelling, maar daar mag je natuurlijk niet op rekenen. Maar als die komt, dan is het perfect. Dus misschien is het geluk met de dommel, we zullen zien. Die laten we even voor skuke hectare zodat ze de roesjes. Stok. Dat is 2 hectare goed, is dat? Ja. We doen even voor 100 hectare de zendenzaaigoed. In de zaaimachine. En dat doen we dus 3 keer, want dit perceel is ongeveer 300 hectare. Als 10 hectare passeert, lieve. 70. 70 hectare al gezaaid. Hij is de jonge, hij weet nog niks. Hij is de oude, hij weet alles. 160 hectare al gezaaid. En dat is ook snel genoeg. Het zijn lange dagen voor de ondernemer. Tot in de late uurtjes gaat het werk door. Vanochtend om 5 uur waren we klaar met het bietenzaaien. En dan staat de zaaimachine hier op de erf, schoongeblazen. En dan verwisselen wij alle zaaischijven en zaaibuizen voor silo mais.
Dus al deze bakjes gaan er even af. Ja, dit is het bietenzaad wat er nog over is per bakje. Dus 2000 hectare bieten gezaaid. En in elk bakje zit ongeveer nog zoveel. En moet daar in de schijf veranderd worden. Dit buisje moet eruit waar het zaadje erheen valt. En die moet vervangen worden door zo'n speedtube. Dus komt het zaadje hieruit, gaat met het transportbandje naar beneden. En komt er hieruit en die valt dan zo op de grond. Daar onderuit. Hier liggen ook allemaal die speedtubes. Maar zoals gezegd, in deze zaaimachine hebben we de elektrische problemen. En eigenlijk al heel lang. Die we slecht opgelost krijgen. Een hoop gedonder. En dan moeten we die cilinders weer kalibreren. Omdat er ergens daar in het hydrauliekblok wat fout zit. Maar we krijgen niet uitgevonden wat dat is. Maar goed, de zaaimachine zelf, de precision equipment is goed. Hier moet hier nieuwe borsteltjes erin. Nieuwe afstrijkertjes. Dit is een bietenzaad schijf. En die wordt door een maaischijf vervangen. Zie je, minder gaatjes, grotere gaten, omdat maaiszaad groter is. Waarom heb je ook van deze nieuwe wieltjes nodig? Die het zaad eruit drukken zo. Andere kabeltjes om die speedtubes aan te drijven. Dat is even een kleine puzzel af en toe. Ben je toetsen? Dus even een paar uurtjes prutsel. En dan kunnen we met deze zaaimachine silomaïs gaan zaaien. Daar staat nou de speedtube. Hier is de aandrijving van de speedtube, dit is de aandrijving van de schijf. Dus het past allemaal. Daar zit nog een veer die de speedtube onder druk houdt. Hier, dit is de schijf. De biet, hier staat er ook op. Large sugar beet. Die wordt dus vervangen door die maïs schijf. Hier, dat afstrijkertje. Hier staat maïs op. Maar die is ook voor de biet op. En die kan er ook uit. Het borsteltje moet goed zijn. Hier, dan komt het zaad daaruit. Via deze schijf wordt hier afgestreken. Het zaad komt daaruit. Via deze schijf wordt hier de dubbele eraf gestreken. En hier valt het vacuüm weg. En valt het zaadje daaruit. En hierdoor hier gaat het dan in de speedtube naar beneden naar de grond. We kunnen niet te lang stil blijven staan, want het land zaait zichzelf niet. Dat zijn de rooplines die schuiven de stroger aan de kant. Daar wordt gezaaid natuurlijk. Dat wieletje
maakt het voortje wat kapot, de rand. En de rechter wordt aangedrukt. Mooi de stro naar links en naar rechts weggeschoven. En daar ligt het zaad, perfect. Kijk, de zaaimachine is ook 25 centimeter verzet. Dat je precies tussen de maisrijen zaait die ook op 50 centimeter staan. Dus dan heb je, dan verstopt het ook niet. Maar als je op die maisstoppel, precies op de maisstengel zaait, dan gaat het niet goed. En als het goed is, is dit het spuitspoor. En dan wordt het spuitspoor wordt niet gezaaid. En die rij ernaast, en rechts ernaast ook die rij, daar komt 20-30% meer zaaigoed. Allemaal in de taakkaart ingesteld. Onder het zaaien door heeft Kees ook een goede vriend op bezoek. Guido is even op bezoek. Met weer een nieuw busje van Stichting De Leeuw Kiev voor het Oekraïense leger. Die kwam hier toevallig langs, die moest nog wat met ons regelen. Guido kent zijn weg inmiddels goed in Oekraïne, want dit is zeker niet de eerste bus die hij aflevert. Guido, waar 20 die ik mee heb. Die jij persoonlijk hier naartoe gebracht hebt? 22 keer in Oekraïne, waar 20. Dit is auto nummer 20 die Guido hier persoonlijk naartoe gebracht heeft met onze Stichting De Leeuw Kiev. Het is een Mercedes-busje. 256.000 kilometer. Guido, wat heeft deze gekost? 2.500. 2.500 euro. Ja. En je bent vanuit Nederland... Ik heb er 9 van gekocht, hè, van deze. Je bent vanuit Nederland hiermee naartoe gereden, probleemloos. Ja, maar deze is zo goed. Daarom rijd je zelf. Jongen, als ze maar... hoe heet het? In het leger tot hun recht komen is het belangrijkste. Guido. Veel tijd om te praten is er niet. Dus daar zijn we biet aan het zaaien. En dit is voor het leger. De machines staan weer klaar voor de start. Ongelooflijk hoe snel het droog wordt. Vorige week was het eigenlijk nog te nat om te beginnen. En nu stuift het al zo enorm. Het is ook warm. Die 25 graden geeft het hier in de auto aan. Op zich loopt alles wel aardig. Dit is de Europa Alligator, de Europa zelf gemaakt. 12 meter zaaibed bereiden. En hier komen we op bieten. Deze machine heeft al het land voor hui al klaargelegd. En nu doet hij nog wat bietenland. Het lijkt eigenlijk op een Lemken compactor-achtig iets. VSS heeft ook zo'n soort ding. Het resultaat.
hier op deze vochtige, een beetje aangedrukte grond moet hij straks het bietenzaadje leggen. Nou, dat komt op zich wel goed. Daar is de kukkeling. Hij rijdt ook precies door de GPS-sporen. Waar de spuit gelopen heeft. Kijk, en de alligator maakt eigenlijk iets mooier werk. Maar goed, die bietenzaaimachine van ons is zo lomp. Die krijgt hier de biet ook wel netjes ingezaaid. Maar het is niet zo mooi. Wat grover ligt het dan bij de alligator. 'S Nachts gaat Kees nog even het land op. Gelukkig zit deze klus er relatief snel op. Inklap van die bomen gaat ook hartstikke snel met deze spuit. Zo hebben we 20 hectare gespoten. Het is maar een klein perceeltje voor ons.